Goedenavond, een tragisch ongeluk in Waalwijk vanmiddag. Twee mensen die aan het werk waren bij Van der Rijt Meststoffen kwamen daarbij om het leven. Gaan onze verslaggever Albert Bos, die is in Waalwijk. Ja Albert, wat is daar gebeurd? Het is een afschuwelijk ongeluk. Zojuist kwam burgemeester Kleingeld van Waalwijk hier naartoe. Liet zich informeren en zei het volgende. Er is hier een ernstig bedrijfsongeval gebeurd. Tragisch bedrijfsongeval. Met twee dodelijke slachtoffers als gevolg. Eén werknemer van dit bedrijf, de Brabantse Meststoffencentrale. En één werknemer van een bedrijf uit de directe omgeving. En dat komt omdat ze aan het repareren waren. Er was een machine waar een lampje volgens mij, weet ik niet helemaal zeker, vervangen moest worden. En ze hebben dan rechtstreeks contact met een ander bedrijf hier in de omgeving. De man in kwestie is deze kant uitgekomen. Lampje gemaakt. Staan na te praten. En op dat moment valt een gigantische wand met betonblokken om. En die is op de twee slachtoffers terechtgekomen met de dodelijke afloop als gevolg. Afschuwelijk ongeluk. Echt afschuwelijk ongeluk. Ik heb ook de mensen, directe omgeving. Ja. Waalwijk is soms groot, maar ook soms klein. Mensen zijn al rechtstreeks hier naartoe gekomen, worden hier opgevangen. Slachtofferhulp is daarbij aanwezig. En ook die mensen zijn vanzelfsprekend gewoon echt helemaal kapot. U bent hier zojuist binnen geweest. Ik kan me voorstellen dat de sfeer hier, ja, dat mensen helemaal kapot ervan zijn. Dat is zo. Ja, dat was de burgemeester Albert. Ja, hoe kon dat nou gebeuren? Is dat al bekend? Nee, dat is nog niet bekend. De arbeidsinspectie is hier. Die gaat ook onderzoek verrichten naar hoe dit tragische, afschuwelijke ongeluk kon gebeuren. En dat is eigenlijk de informatie die er tot nu toe hier in Waalwijk is.